serieuze politieke partijen doen, is die leveren hun voorstellen in bij de planbureaus. Ja. En dan moeten we ook zien, corona, we hadden het er net over, kan behoorlijk de boel in beweging brengen. Ja. Dan kan dus ook niet alles morgen geregeld zijn. Ja, en de PvdA moet uiteindelijk ook partijen vinden om het dan samen mee te gaan doen. Ja. Vorige keer was dat de VVD. Ja. Dit verkiezingsprogramma eigenlijk een soort, ik las ergens een lange afscheidsbrief van dat kabinet, Rutte 2. Dat gaat u helemaal niet meer doen? Met de VVD in een kabinet? Het begint nog ergens anders. Het begint bij stemmen. Hè? Dus kiezers moeten zich uitspreken. En hoe sterker wij worden... Ja, u heeft zelf ook al gezegd dat u bent al gaan speculeren over die coalitie. Ja, dat was opvallend, meneer. Als u hebt gezegd, ik wil alleen met de PvdA in een coalitie, alleen gaan regeren als of GroenLinks of de SP daar ook in zit. Ja, dat komt. Ik heb een zekere ervaring. En het maakt een enorm verschil of je moet uitleggen dat het eigen risico dat slecht is voor mensen. Dat je daardoor een bezoek aan de dokter uitstelt. Of dat je met partijen zit die zeggen, nou, dat is hartstikke goed. Ja. Betaalbaar wonen. Voor de VVD is dat eigenlijk een verstoring van de markt. Maar is dat echt een harde eis? U gaat alleen in een kabinet zitten als of de SP of GroenLinks. Nou ja, ik wil daar aan tafel zitten met bondgenoten. Want dan wordt mijn plan voor Nederland wordt veel kansrijker. Maar u zegt hier nu eigenlijk, wat er ook gebeurt, ik ga alleen regeren als of de SP of GroenLinks meedoet. En anders niet. Ja, ik, maar waarom ik wil... gaan jullie dan niet met elkaar samen eventjes voor die verkiezingen? Waarom moet dat nog? Wat een goed plan, Freek. Wat? Dat heb ik nog nooit gehoord. Ik denk niet dat het echt een nieuwe gedachte is, maar ik snap dat echt. Dat snap ik dus gewoon nog steeds. Ja, goede vraag, meneer Asscher. Goed, samenwerken is nog niet hetzelfde als fuseren. Dat geeft altijd een hele hoop trammeland en gedoe. Maar waarom, als de belangen zo groot zijn? Als het land staat of valt met een goed... Ik denk dat de verkiezingen die er nu aankomen de belangrijkste zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Er moeten echt grote keuzes gemaakt worden. Dat je dan één front vormt. En dan heb je ook meteen een onderhandelingspositie. Nu blijf je als kruimeldief langs de kant staan. Als je met elkaar 30 zetels hebt, bepaal jij de toon. Nou, daarom wil ik ook graag samen optrekken. Fuseren. Gewoon één partij. Één grote linkse volkspartij. Nou, ik geloof daar niet in. Ik denk dat ons niet sterker maakt. Dat het ons niet meer stemmen oplevert. Maar denkt u dat echt niet? Kijk, het is natuurlijk wel lastig. Want iedereen, er zijn allemaal mensen die allemaal graag, denk ik, op een positie willen blijven zitten in die partijen. Maar er zit natuurlijk wel iets in wat Freek de Jonge zegt. Want zonder dat gaan de linkse partijen het niet zo heel snel redden. Misschien op positie blijven zitten, dat vind ik... Ik verloor de verkiezing in 2017. Ja. Er waren heel veel mensen die dachten dat ik snel weg zou zijn. Ik ben in de Kamer gegaan. Ja. Ik ben heel veel plezier de partij weer mogen helpen opbouwen. Een verkiezingsprogramma waar ik ontzettend trots op ben. Ja. Wat we gepresenteerd hebben op een mbo in Friesland. Ik dacht toch niet dat het me om mijn positie gaat. Ik doe dit omdat ik het geloof, omdat het belangrijk is voor de toekomst. Dat geloof ik, maar ik vind het wel opvallend dat u zegt van wij gaan alleen in een kabinet zitten met of GroenLinks of de SP. Dat zijn twee partijen. Ja, misschien hebben nog nooit in hun geschiedenis in een kabinet gezeten. Dat is ook heel spannend. De kans dat de SP, ik bedoel, of wilt u ook uit Europa bijvoorbeeld, hè? De kans dat de SP in een kabinet terechtkomt, die lijkt me heel klein. En de kans dat de VVD straks zegt, leuk, we gaan in de coalitie zitten met de VVD, of met GroenLinks, die lijkt me eigenlijk ook niet zo heel erg groot. Ja, maar u zegt op een bepaalde manier ook een klein beetje, we staan al een beetje buitenspel. Nou ja, maar heeft u door wat u zegt? U gaat er al helemaal vanuit dat de VVD alles bepaalt en dat zij het comfortabel moeten vinden. Ik heb juist gezien. Is dat een 40 zetels? Voor je het weet, ik weet het. Voor je het weet is er een motorblok waar iemand mag aanschuiven. Nou, daar heb ik helemaal geen trek in. Wat wij willen bereiken is een verandering. We willen dat mensen gaan profiteren van die economische groei. Want er wordt altijd trots gezegd, ja, maar we hebben zoveel groei. En mensen die merken het niet. Mensen werken keihard, gaan er niet op vooruit. Dat kunnen we veranderen. Ja, dat lukt niet als je gewoon zegt, god, de VVD mag het uitkiezen. Dat lukt alleen maar als wij sterker worden. Als we ophouden maar die status quo te accepteren van zo is het nou eenmaal. Nee, daar gaat politiek niet over. Democratie gaat ook over de verandering die je kan bereiken. En dat bereik ik makkelijker. Het alleen al het simpele feit. Ik heb natuurlijk met de VVD onderhandeld in de jaren. De dingen die voor mij een kwestie van gewoon fatsoen zijn. Dat er fatsoenlijke AOW moet zijn voor iedereen. Dat je wil dat mensen van hun loon kunnen leven. Dus dat het hoger moet dan nu. Dat is daar een eindeloze discussie. Dat kan je ze niet verwijten. Dat is hun visie op de samenleving. Ja. Dat is makkelijker met partijen die... En er zijn er zeker verschillen. Het valt de prijs. U kiest eigenlijk een hele duidelijke koers. U zegt wat er ook gaat. Nou, en of. Dat moet erbij.